Ik heb dozen. Ik heb dozen bij de Zara vandaag gehaald, tenminste. Ik heb online besteld en toen kreeg ik 3 dozen. Voor 250 euro heb ik kleding gekocht bij de Zara. Voornamelijk voor de jongens. Ik heb ze alles laten passen. Sommige dingen zijn een beetje te groot. Maar ik heb zoiets van, nou, dan schuif ik het gewoon achter in de kast. En dan is het over een half jaar, is het prima. Ze zijn zeg maar over aan het gaan, of tenminste ze zijn al overgegaan naar een andere maat. Ze hebben heel lang in 152 gezeten, echt bijna 2 jaar. En nu was het toch eindelijk de tijd dat ik dacht dat de t-shirtjes een beetje kort. En natuurlijk ook door het wassen en zo. Maar het was tijd. Dus ben ik gelijk doorgegaan naar 164. En er bestaat ook zeg maar een tussenmaat, 158. Maar ik vind dat een beetje, ik denk dat ze met 164 ook gewoon weer wat langer kunnen doen. Dus heb ik dat gekocht. Ik ga jullie even laten zien wat ik heb gekocht. Ik heb niet alleen maar zomerdingen gekocht. Eigenlijk helemaal niet, zit ik me nu te bedenken. Ik heb voornamelijk dingen voor de winter, herfst en dat soort dingen gekocht. Allereerst deze trui. Dit is een typische Matteo trui. Hij is een beetje te groot. Hij is lang. Maar op zich is dit een baggy-achtig. Dat kan. Dus heel erg is het niet. Maar het gaat sowieso omdat het nu te warm is. Achter in de kast. Maar ik ben er wel heel erg blij mee. Ik weet niet meer wat alles heeft gekost. Er staan wel, zeg maar, volgens mij staat er nog de originele prijs in of niet? Nee, niet eens. Dan, oh ja, wel hier, kijk. Maar daar hebben jullie niks aan, een originele prijs, want dat heb ik er niet voor betaald. Ik vond hem wel grappig, grijs en zwart en met een hoodie. Dit zijn allemaal lekkere truien. Ze zijn nogmaals allemaal een heel klein beetje te groot. Ik zit nu te kijken van, wat is dit? Er zit een soort tikkertje op. Maar ze hebben ze gepast en er waren maar een paar dingen die echt gewoon te groot waren. Dat je denkt, nee, dit ziet er gewoon niet uit. En voor de rest viel het allemaal wel mee. Nog een hoodie, een zwarte met... Nou, wat patches erop. Dude staat er. En in this city we never sleep. Nou, New York City. Hartstikke leuk. Ook leuk. Ik hou ervan. Gezellig. Dan heb ik schoenen. Ik heb schoenen voor mezelf gekocht. Ik had laatst bij de Primark. Nou, dan moet je eigenlijk gewoon helemaal geen schoenen kopen. Maar goed, bij de Primark had ik een soort witte mijltjes gekocht. Daar was ik heel erg blij mee. Maar op een gegeven moment ging dat onderste. Dat ging, weet je, het is natuurlijk kwaliteit voor niks. Dit is ook niet heel veel beter hoor, maar toch. Dat ging verschuiven en dat zat niet meer lekker. En ik kreeg blaren en zo. En ik dacht, ja, ik moet toch iets voor in Amerika. Dus ik heb deze gekocht. Ik ga ze inlopen. Ik heb daar nog een beetje de tijd voor. En dan ga ik dit soort dingetjes onder jurkjes dragen en zo. Ik hoop dat dat niet, weet je, dat mijn heel niet verschuift. Of weet ik veel wat. Want ja, het is, ik vind het toch een beetje een dingetje of zo tegenwoordig. Ik zie super veel sandalen, sandalettes, weet ik veel wat allemaal. Maar ik persoonlijk vind het allemaal net niet. Maar deze vond ik dan wel gaan, dus die ga ik inlopen. Die heb ik voor mezelf gekocht. Dan heb ik een sjaal gekocht. En eigenlijk heb ik er een beetje spijt van. Want zoals jullie waarschijnlijk wel in de vlog hebben gezien, ben ik ook nog een keer gewoon naar de winkel gegaan. En daar heb ik een sjaal gekocht voor Mark. Die hij als shamag wil gebruiken. Shamag is zeg maar in het Midden-Oosten gebruiken heel veel mannen. Daar is het heet. En heel veel mannen die gebruiken dan die sjaals. Die dompelen ze in het koude water. En die doen ze dan om hun nek heen. Vandaar dat je vaak gewoon dat ziet. En dan denk je, oh, hebben ze het niet warm? Nee, want dat is heel slim. En Mark is een aantal keer in Dubai geweest. En daar was hij ook in de woestijn. En daar heeft hij dat zeg maar geleerd. Maar we gaan naar Amerika. En Amerikanen, weet je, zodra ze zo'n shamag zien, denken ze misschien wel, oh my god. Komt een heel verhaal. Het gaat erop neer dat ik een neutrale kleur sjaal heb gekocht die hij als shamag kan gebruiken. Want ook wij gaan naar de desert, naar de hitte en weet ik veel wat allemaal. Mark trekt dat allemaal niet. Dus die had ik toen daar gekocht, katoen. Maar deze had ik ook al besteld. En dit is helemaal geen katoen. Dus dit is eigenlijk een beetje een miskoop. Ik denk wel dat ik er iets mee kan doen hoor. Desnoods leg ik het op het bed of zo. Want het is echt een groot ding. Maar het is dus niet 100% katoen. Het is viscose. Nou, dat wil je helemaal niet als het heel warm is. Maar misschien straks in de winter dat ik zo lekker zo op de bank kan of zo. Want het is niet een heel naar ding of zo. Maar niet voor de purpose waarin ik had gedacht. Sorry, ik ga bijna dood. Waarvoor ik hem wilde kopen. Nou goed, anyway. Heel verhaal over een sjaal. Dan heb ik deze polo gekocht. Matteo die gruwelt van kraagjes. Die doet dat echt 0,0 aan. Maar Mika staat het wel leuk. En deze was echt iets van 4 euro of zo. Dus ik dacht, nou laat ik hem meenemen. Weet je, we hebben dus, ik heb helemaal geen polootjes. Maar ik vond het wel grappig. Misschien dat hij een keer gedraagt. Nou, dat is doos nummer 1. Zo. Dan heb ik nog meer gekocht natuurlijk. Dit shirt is een shirt dat echt te groot is. Ze vinden het allebei super jammer. Want het is zo'n... Kijk, het is een
Oh, wacht even. Ik doe even zo. Kijk. Zo. En dan... Nou, hoe leuk is dat? Ze vinden het geweldig, het shirt. Maar hij is echt, hij is te groot. Dus ja, dat kan niet. Daar moeten ze echt eventjes op wachten. En misschien dat ik gewoon een keer, als ik langs de Zara loop, kijk of er een maatje kleiner is. Maar dit gaat echt niet. Nou, dan heb ik heel veel spijkerbroeken gekocht. Standaard spijkerbroeken met patches en weet ik veel wat allemaal. Ik zal ze allemaal laten zien. Ik vind de spijkerbroeken van de Zara echt super. Ik ben er echt blij mee. Ik ben er tevreden over. Die kinderen die, nou ja, weet je, ze hebben echt maat 152 zo lang gedragen. Het zijn geen kinderen die echt, weet je, gaten. Nou, sowieso hebben ze die leeftijd niet meer. Maar dat hebben ze nooit gehad, dat ze gaten in hun broeken maakten en zo. Maar de Zara spijkerbroeken, ik vind het top. Nou, ik heb nog een hoodie gekocht met, nou, van alles. Overal waar zij niet zijn geweest. Dus dat is dan leuk. Zijn we in Stockholm geweest met ze? Dat weet ik niet meer. Nou, maar ik vond hem ook leuk en het was echt een appel en een ei. Zo, dat is, oh, ik wilde zeggen dat is doos, hoe heet het? Maar dat is niet zo. Toen heb ik deze voor mezelf gekocht. Helemaal niks bijzonders. Dit is een shirtje. XL heb ik. Ik heb maat XL. Maar sommige mensen die zeggen van ja, waarom heb je in hemelsnaam XL? Waarom doe je niet gewoon L of 42? Ja, kan ook. Ik weet het niet. Ik vind het net even wat lekkerder zitten. En ik hou net van de fladdertje en zo. Maar ik merk wel dat boven sowieso kan ik wel een L of 42. Deze is gewoon heel erg groot shirt. Maar ik vond hem wel grappig. En ik denk, nou ja, hij was ook echt gewoon, het kostte niks. Dus, anyway, dat is wat ik voor mezelf heb gekocht. En nog een ander shirtje die ik jullie nu niet kan laten zien. Want die hangt buiten aan de waslijn. En dat was gewoon, het is een soort trui. Een dunne trui met bloemenpatches. Super cool, ik ben heel blij mee. Misschien hebben jullie hem wel in een vlog voorbij zien komen trouwens. Want ik heb hem volgens mij vorige week aangehad. Nou, dan de laatste doos. En dat is ook gelijk de grootste. Er zitten vanavond ook veel spijkerbroeken in, want die zijn ook wat dikker. Deze spijkerbroek heb ik gekocht. Ik vond hem wel grappig met van die ja, weet je, dit is echt gewoon, ik vind het jongensachtig. En heb ik nog nooit zo'n soort kleur gehad. Ik vind het heel erg 90s of 80s eigenlijk. Maar het stond wel grappig en ze kunnen er met een riem kunnen ze hem prima dragen. Zo, dan nog een witachtige, maar ik vond de patches gewoon heel erg grappig. Ik vond het gewoon leuk. Dit is echt zo'n Mika broek met zo'n skater. En ja, ik vraag me af hoe lang deze wit blijft. Hoe lang ik zeg maar de vlekken in zitten die ik er nooit meer uit krijg. Maar dat zie ik dan wel weer. 1 joggingbroek heb ik gekocht. Mijn kinderen mogen niet op straat met joggingbroeken. Ik ben daar gewoon heel erg truttig en streng in. Ik snap dat het allemaal heel erg lekker zit, maar dat is juist, ik vind het gewoon geen gezicht. Maar koop ze wel voor ze. Want thuis en in het weekend. En als we straks in het vliegtuig gaan zitten en zo. Dan mogen ze gewoon een joggingbroek aan. En ik vond deze wel leuk. Die had van die ritsjes. Zien jullie dat? Ritsjes? Ritsjes. En de achterkant heeft een andere motief. Dus dit is zeg maar geribbeld. En hier is het glad. Nou, enig. Een joggingbroek. Gewoon eentje. Ik vond er ook maar één leuk. Ze hebben er echt wel een paar liggen hoor. Dus het is niet dat ik echt zo'n hele... Nou ja, ik ben wel gewoon een mutsenmoeder wat dat betreft. Want ik wil het gewoon niet. Dan 2 riemen. Gewoon standaard riemen. Ja, die koop ik eigenlijk ook altijd wel standaard in de sale. Want ja, nou ja, weet je. Die riemen, dat is altijd een beetje hetzelfde. En dat kunnen ze goed gebruiken. Zeker als hun moeder kleren koopt die eigenlijk een tikje te groot zijn. Dus... Ik heb er wat riemen bij gekocht. Dan wat... Dit was onzin. Dit hebben ze helemaal niet nodig. Maar ik zag het. En toen dacht ik, ah leuk. En de Pokémon is al helemaal uit. Volgens mij heb ik echt 3 euro betaald of zo. Oh, ik dacht echt bijna dat het een slip was. Jongens, ik snap niet dat je kinderen een slip aandoet. Kan iemand mij dat uitleggen? Als je zeg maar, kijk... Nee, ook niet. Ik wil ook zeggen, ook op een kleinere leeftijd. Nee, een slip? Ik begrijp het niet. Doe die jongens lekker een boxershortje aan en die slips. Dat is gewoon echt zo ontzettend jaren 50. Dat doen we echt niet aan. Maar goed, hartstikke leuk. Pikachu. En dan hebben ze weer 2 schoonbroeken. Dan heb ik... Nou, ik zal eerst even dit dan laten zien. Dit is gewoon typisch een Matteo trui. Net zoals die andere. Of een t-shirt is het eigenlijk. Een super relaxed stofje. Heel erg zacht. Matteo die slaapt hier gewoon in. Weet je, die vindt dat gewoon echt geweldig. En hij heeft een beetje... Ik probeer elke keer om te omschrijven wat zijn smaak nou is. Maar ik kom er niet echt op. Ik zeg steeds grungy, maar dat is het niet. Maar het zijn een beetje te lange truien. En een beetje... Ja, weet je, als er een scheur in... Weet je, een beetje... help me even, hoe heet dat? Het heeft een bepaalde naam.
Maar goed, anyway. Toen, en ik heb daarnet verteld dat mijn kind niet van kraagjes houdt, dacht ik, ja, maar we gaan naar Amerika en dan gaan we misschien, dit is eentje met lange mouwen, een blouse, dus die is waarschijnlijk gewoon van Mika. Toen dacht ik, ja, het is misschien ook, weet je, als we dan een keertje wel uit eten gaan en het is net even wat chiquer tussen haakjes, we gaan niet chique uit eten. Dat doen we niemand een plezier mee, de kinderen niet mee en onszelf niet, dus dat gaat niet. Maar ik dacht, dan wil ik wel een blouse hebben. Dus, ik heb voor Matteo een blouseje met zo'n kraagje gekocht. En dat moet hij van mij aan. Dat heb ik al aangekondigd. Hij keek heel moeilijk erbij. Maar ik had zoiets van, nou, jammer dan. En ik heb deze gekocht voor Mika. Voor mee naar Amerika. Zodat ze toch, als het nodig is, dat we iets nets hebben. En dat was het. Dit was mijn hele haul. Voornamelijk voor de kinderen. Ik ben er heel erg blij mee. De helft gaat gewoon achter in de kast. Maar dat maakt verder helemaal niks uit. Want dan hoef ik volgende keer niks te kopen. Wat natuurlijk nergens op slaat. Want dan ga ik ook shoppen. Dus bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En smile for pretty.